Even bij de wateroverlast. Het beschikbaar stellen van ongeveer $28 miljoen uit de opbrengsten van staatsolie voor het bieden van hulp en opvang aan de getroffenen van de wateroverlast, het herstellen van de getroffen gebieden en maatregelen ter voorkoming van een mogelijke dambreuk was gisteren de belangrijkste oproep in een motie ingediend door Stephen Tsang en anderen in de Nationale Assemblée. De motie kwam naar aanleiding van de behandeling van de wet staatsbegroting 2022. In zijn toelichting zei Tsang dat het binnenland niet stiefmoederlijk mag worden behandeld. Mensen zitten al 2 maanden met hun ondergelopen huizen, hun landbouwgronden en investeringen. We weten dat er onvoldoende schoon drinkwater is, dat de scholen gesloten zijn. We weten dat de gezondheidstoestand in de gebieden sterk achteruit gaat. We weten dat ook dorpen Sipaliwini, Albina is onder water. We weten dat het erger wordt met de aanhoudende regens en klimaatverandering. We weten dat staatsolie verder zou moeten gaan met spuien. We weten dat steeds meer gebieden onder water komen. We weten dat 3 miljoen voor onderwijs onvoldoende is. We weten dat NCCR nog steeds niet beschikt over de 6 miljoen. We weten dat 6 miljoen belachelijk weinig is. En we weten dat voor de wederopbouw nog veel meer geld nodig is. We weten al deze dingen, maar toch is het al bijna 2 maanden en de grootscheepse hulpoperaties blijven uit vanuit Paramaribo vanwege onvoldoende middelen. In de motie roepen de ondertekenaars op de getroffen gebieden tot rampgebied te verklaren, meer financiële middelen vrij te maken en een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het beheer van de dam. De motie werd verworpen met 30 stemmen tegen en 17 voor. Het assembleelid Miguela Sumar-Huur gaf uitleg waarom er tegen de motie is gestemd. Er is aangegeven dat de 3 miljoen begroot voor het ministerie van Onderwijs niet voldoende is. Het ministerie van Onderwijs krijgt een verruiming van 20 miljoen, voorzitter. Ik hoef niet verder te gaan. Ik roep de leden op om deze motie te verwerpen. Omdat alle punten in de motie al de onverdeelde aandacht van de regering geniet. President Santokki brengt morgen een bezoek aan het getroffen gebied.